In het rugpijnvrij roeien project willen we onderzoeken of het mogelijk is om de rugpositie van een roeier tijdens het maken van de roeislag te corrigeren om de lage rugklachten daarbij te kunnen voorkomen. Zit hij niet strak? Nee. Het voorkomen van de lage rugklachten willen we doen door corrigerende kleding te ontwerpen. Wij zijn producent van custom-made sportkleding. Hierbij kijken we naar het design van de kleding om dat helemaal passend op de klant aan te laten sluiten. En nu hebben we de samenwerking met de universiteit aangegaan. En hierbij willen we ook de functionaliteit van de kleding naar een hoger level brengen, waar de sporters ook weer hun profijt mee hebben. Met behulp van sensoren kunnen we heel goed meten hoe de houding is van roeiers. En zo kunnen we dus ook verschillen meten tussen roeiers met en zonder een geschiedenis van lage rugklachten. En daarnaast kunnen we met sensoren ook goed meten of de corrigerende kleding ook daadwerkelijk helpt. Of roeiers een gunstigere houding aan gaan nemen als ze die kleding aan hebben. Nou, we gaan eerst kijken wat de testresultaten uitwijzen. Hè, om te kijken waar bevinden zich deze lage rugklachten. En dan gaan we intern bekijken hoe we dat kunnen oplossen in het pak. Nou, het roeien is natuurlijk een hele goede case om te kijken of deze oplossing helpt. En als dat het geval is, dan kunnen we deze toepassing natuurlijk ook veel breder inzetten. Bijvoorbeeld in arbeidssituaties, mensen die veel tillen, zoals verhuizers of mensen in de bouw.